Brioche met hazelnootpasta en kersen. Verwarm de oven voor op 180 graden. Bekleed de bodem van 4 kleine springvormen met bakpapier en vet de randen in. Rol 1 blik supercroissantdeeg uit en bestrijk dun met 100 gram Nutella. Verdeel 250 gram bevroren kersen erover. En rol het deeg in de lengte op. Snijd de rol in 12 gelijke stukjes. Leg in elke springvorm 3 rolletjes deeg tegen elkaar aan met de snijkant naar onderen. Bak ongeveer 25 minuten in het midden van de oven. Laat 5 minuten afkoelen in de vormpjes. Neem ze eruit en serveer. Zo maak je brioche met hazelnootpasta en kersen.